Welkom in deze dienst. Dominee Visser gaat voor en het orgel wordt bespeeld door Anja van de Boeg. Namens onze kerkraad wens ik u een gezegende dag. Mag ik u vragen om mogelijk te gaan staan? Omdat wij uw woord wel horen
we zien het niet. We zien het maar niet gebeuren. Het wordt maar niet gedaan. Ook door ons niet. Onze wereld is er een van markt en strijd. Van allen tegen allen. Onze koelkasten puilen uit, maar hele landen lijden honger. God, wie begrijpt dat? En wie doet er iets aan? Wij brengen het voor uw aangezicht. Heel onze wereld en heel ons leven. Ja, ook ons eigen leven. Wij roepen tot u omdat mensen elkaar aan het lot overlaten en omdat wij die mensen zijn. Ja, wij roepen tot u vanwege die mensenmoordenaar die eenzaamheid heeft. Wij roepen u aan op uw barmhartigheid. Geef ons zicht op uw menselijkheid, waarmee gij de eenzaamheid doorbreekt. Geef ons die ene mens. Die ons alleen zijn doorbreekt. God, dwars tegen alles in, hopen wij op uw woord, op uw daden, dat wij het hier en nu zullen zien, dat wij het hier horen en zien in dit uur al. Dat bidden wij door de Messias Jezus. Amen. We zingen met elkaar op Psalm 30. Vers 1, 4 en 5.
Andere kinderen mogen ook even naar voren komen. Ik zie jullie al achterin. Kijk, dat is gezellig. Goed zeg. Leuk jullie te zien. En jullie, die zaten daar helemaal lekker achterin onder het dakje. Zit dat lekker daar? Denk het wel. Gaan wij ook eens zitten daar. Goed. Leuk dat jullie er zijn. Kijken jullie ook eens kort deze dagen? De schaatsers, wat weet je, een beetje, precies. We zijn wel goed bezig als Nederland. Het gaat ontzettend goed. Gisteren ook de ploegachtervolging, dat was er eigenlijk gisteren, ik weet het niet meer precies. Wat zei je? Met die Polen. Inderdaad, dat ging er wel hard. En wat ik zelf zo ontzettend spectaculair vind, dat is de short track. Heb je de short track ook gezien? Oh. En dan die val in de eerste ronde. Toen vielen ze, ja, als je valt, dan ben je nergens. Dat is het gewoon. Maar oh, wat gaat het allemaal hard en wat zijn we goed. Wat zijn we lekker aan het winnen. En de Jorrit die 10 kilometer nog maar mooi pakt. En zo, en dat ging echt super goed. We hebben allemaal zo meegeleefd met Sven, dat hij het net niet haalde. Ja, dat is prachtig. En dat doet me eraan denken dat wij in het gewone leven eigenlijk ook heel dolgraag wat wedstrijdjes met elkaar spelen. Tenminste, wij thuis wel. Wij zeggen ook altijd: wie is de snelste? En wie is de oudste trouwens ook? Wie is de oudste bij ons thuis? Ja, dan ben jij precies het beste van de kinderen. En anders ben ik het. En anders zegt mama: ja, nee, precies, mama, die weet wel bij kinderen. Dus als het gaat om de oudste en de snelste, en nou ja, noem maar op. Jij bent natuurlijk ook de oudste. Hè? Precies. En wie is van jullie de oudste? Ja, inderdaad. Wij zijn dan dol op wedstrijdje. We kunnen hier ook even een wedstrijdje doen. Bijvoorbeeld, wie kan het hoogste springen? Ja, ik denk wel dat jij hebt gewonnen. Ik denk wel dat jij hebt gewonnen. Dat zijn wel heel veel mensen. Of we kunnen doen, wie heeft de zwartste jas? Yes. Die wedstrijd heb ik gehoord. Of we kunnen doen, wie van ons is het leukst? Oké. Die titel probeer jij te krijgen. Oké, ik zie het al. Maar het is natuurlijk moeilijk, want wat is eigenlijk leuk? Is het dan leuk omdat je er zo mooi uitziet, dat je ziet er mooi uit? Of is het leuk omdat je aardig bent? Of is het leuk? Kun je het eigenlijk wel weer voor een wedstrijd doen? Wie is het leukst? Ja, dat is goed. Dus dat gaat dus goed. Oké, volgende wedstrijdje. Van wie houdt de Heere God het meest? Ook van jou. Denk ik. Allemaal. Ja, dat gaat dus ook alweer niet. Weet je wat het is? Door deze dagen met al dat sport op de televisie zou je bijna vergeten dat, dat de Heere God niet aan wedstrijdjes doet. Sterker nog, eigenlijk is het nog een beetje anders met de Heere God. Iedereen is het best. Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Behalve dan dat bij de Heere God het wel zo is dat hij altijd nou het meeste kijkt naar degene die achter hem loopt. En dat hij nou vooral kijkt naar de kleinste. En dat hij vooral kijkt naar wie er vallen. En naar degene die eigenlijk nou niet zo goed zijn. En degene die misschien niet zo tof zijn en leuk en fijn en opvallen en zoals jij en ik nu even. Dat de Heere God nou eigenlijk vooral dan kijkt naar, nou ja, de verliezers, zeg maar. Wij zingen dat thuis ook wel eens en dat zingen we in de kerk ook wel eens. De laatste zijn de kerst. Dat zingen wij heel vaak. Dus eigenlijk is in de kerk eigenlijk een beetje gek genoeg. Alles precies andersom dan in de sport en in de rest van de wereld. Dat is eigenlijk een beetje vreemd. Moeten we maar proberen toch af en toe aan te denken. Nou, nu gaan jullie naar de kinderlevendienst. En de kleinsten gaan voorop. Wie zei dat? Zalwijk en Roos. Moet jullie voorop. Want dat gaat zo in de kerk. Geef elkaar maar een hand en dan gaat de kindernevendienst leiden, de juf gaat mee en dan neem je de kaart mee.
Als jij die nooit draagt, zal ik die nooit. Heb het goed. Tot straks. Om zich te geven op de weg waarover het gaat,
en in de wolk overdag. Maar toen hoorde de Engel uw woorden. Hij vergramde en zwoer en zei: niemand van deze mannen en vrouwen van dit boos geslacht zal het goede land ooit zien. Dat heb ik gezegd, zal het goede land nooit zien dat ik heb gezworen te geven aan hun vader. Nu wel, sprak de ene, onze God, sta op en steek de beek zeer het over. We zijn de beek zeer het overgestoken, maar de dagen dat wij hebben moeten gaan, van Kadesh Barnea, tot waar we de beek zeer het konden oversteken, die werden 38 jaar. En wel, totdat er een eind gekomen was aan heel die generatie van krijgsmannen uit het midden van de legerplaats, zoals de ene hun had gezworen. We zingen nu Psalm 68, vers 7. Omdat hij wist dat hij al lange tijd zo was, zei hij tegen hem:
kruis op te nemen. Maar hij antwoordde hen, die mij gezond gemaakt heeft, zei me, neem je mijn kruis op en wandel. Ze vroegen hem, wie is de mens die je zei, neem op en wandel? Maar hij, die gedeeld was, wist niet wie het was. Want Jezus was de menigte die er op die plaats was, al weken. Hierna vond Jezus hem in de tempel en zei hem, zie, je bent gezond geworden, zondig niet meer, omdat er niet iets ergens gebeurt. De mens ging weg en berichtte de Joden dat Jezus degene was die hem gezond gemaakt had. Daarom vervolgde de Joden Jezus, omdat hij dat op Sabbat deed.
Daar moet je op wezen, want dat is het huis van de God van Israël. En voor hem wil je dan zingen en aan hem wil je de dankoffer brengen. De tempel is de ontmoetingsplek met hem. Dus daar moet je dan zijn, om nog een keer en nog een keer en nog een keer te horen dat hij jou bevrijder is. Voor die woorden ga je naar de tempel. Voor die woorden ga je naar de kerk. Maar nu is het net buiten de kerk eigenlijk veel interessanter. In Jeruzalem, net ten noorden van het tempelcomplex, daar is waarschijnlijk iets van een bron waar zo nu en dan water op borrelt. En daar hebben mensen een aantal baden in de rotsbodem gemaakt. En daar staan zuilengalerijen omheen. En dat is ongelooflijk fascinerend. Dat is pas echt wat. Want dat water, dat beweegt dus zo nu en dan. En dan wordt het ook ineens, zo zal de ervaring zijn, dan wordt het ook ineens geneeskrachtig. En niemand weet precies hoe dat kan. Hoe kan dat? Wat gebeurt daar? Nou ja, iedereen heeft natuurlijk zo zijn eigen idee daarover. Ja, er is vast en zeker een hogere macht aan het werk. Geweldig fascinerend, paranormale verschijnselen. En sommigen fluisteren, het is een engel. En die engel die daalt daar af op gezette tijden. Ja, dan raakt hij het water aan en dan... Het is fascinerend. Wij, religieuze mensen, worden op onze wenken bediend. We zijn natuurlijk naar Jeruzalem gekomen voor het feest. We zijn op weg naar de tempel, dus we zijn op weg naar de kerk. Maar eerlijk gezegd, zo onderweg vergeten we dat we naar de kerk gingen. Want geef dat toe, als we nou dit onderweg tegenkomen, dat is het veel interessanter. Hier gebeurt tenminste echt iets. Dit is een ervaring. Kijk, in de kerk, in de tempel, heb je alleen maar, ja, alleen maar die woorden uit de schrift. En de bekende gebeden, en de bekende liederen. Ja, stel dat nou helemaal voor. Zoals hier ook vandaag. Het is lang niet zo'n ervaring, tenminste, als wat je bij het bad te zien krijgt. Hier zie je tenminste iets van ja, dat er meer is tussen hemel en aarde. Je kunt er naar blijven kijken. Het heeft een ongelofelijke aantrekkingskracht. We kennen ook wel de televisieprogramma's enzovoort. En de bijeenkomsten in het hele land. Waar steeds weer op een of andere manier mensen genezen worden. En waar er toch ja, bovenaardse dingen gebeuren. En ja, wij zijn nuchtere mensen, dus we vragen ons dus af, ja, is het nou echt? En zo, als het niet van betrok. Zeker als het op tv is, dus kun je nog meer vertellen. Maar aan de andere kant, je blijft ook altijd denken als het nou eens echt waar is. Je zult het nooit weten. En daarom blijft het zo fascinerend. Daar was een mens die 38 jaar ziek was. Dan zet dus de verteller van het verhaal, Johannes, zet ons stil bij één mens. Eén man, te midden van die geweldige menigte. Eén van de velen. Maar in die ene wordt wel ineens zichtbaar, moet ik het zeggen, in hem wordt iets zichtbaar van, ja, van de onmenselijkheid van dit gebeuren. Daarbij dat bad. Want het is allemaal prachtig, maar je moet daarbij dat religieuze bad, je moet daarbij de zogenaamde hogere macht of wat het ook is, je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je kunt daar genezen worden en daar kan het ook niemand tegen zijn. Dat is een prima zaak. Maar je moet wel de snelste zijn. Je moet wel de beste zijn. Je moet wel vooraan staan. Of je moet wel de leukste zijn. Of in ieder geval de leukste vrienden hebben. Die jou een geweldige zwier in dat bad gooien. Het is een wedstrijd. Je krijgt het niet zomaar.
Je moet er wat voor doen. Ik zeg dat nu natuurlijk wat verontwaardigd, dat hoort u wel in mijn stem, maar anderzijds, wij kijken daar misschien ook wel helemaal niet zo gek van. Bij ons is immers ook alles een wedstrijd. Zet de tv maar aan, we zoeken iemand die goed kan zingen, al is het maar een kind. Maar een wedstrijd, maak er een wedstrijd van, dan kijken mensen, het is mooi. Iedere week valt er een af, laatst blijft het beste over. Wie kan het mooiste zingen? Wie kan het mooiste dansen? Wie heeft er de beste paranormale gaven? Alles is een wedstrijd en dat gaat zelfs zo ver dat zelfs de liefde een wedstrijd geworden is. We beginnen met 3 kandidaten en 1 boer. En op het laatst blijft er dan nog 1 over. En de anderen zijn afgevallen. En die 1 heeft gewonnen. Alles is een wedstrijd. We hebben daar natuurlijk in de afgelopen weken, even achter de rug, maar in de afgelopen weken met z'n allen even van zitten smullen. Maar is ons nou eigenlijk niet opgevallen dat het eigenlijk absurd verhaal is? De liefde als een wedstrijd. Pijn. Dat we dat zo met z'n allen zitten te kijken. Dus ja, anderzijds, misschien kijken we er ook al niet zo op. Dat het hier ook zo is in dit verhaal. De eerste, de beste, zorg dat je vooraan staat. En dat je als eerste in dat pad neemt. Dat heb je. Er was een mens die al 38 jaar ziek was. Gemeente, en nu worden wij zomaar stilgezet. Bij een mens die ja, in die wedstrijd kansloos is. Hij zal nooit op televisie komen, want hij haalt de voorrondes niet eens. Maar Jezus ziet hem. Jezus komt daar ook langs, want ook hij is op weg naar de tempel. Maar terwijl wij daar staan te staren, met z'n allen staan te staren naar het fascinerende, ongelooflijke gebeuren. Dat verschijnsel loopt Jezus er stralend in. Hij negeert dat het gebeuren voorkomen. Wat hij ziet, dat is die eenheid. Die kansloos, die heeft hij gezien. Wij zagen het niet, wij stonden naar het water gestaan, maar Jezus gaat op hem af. En Jezus stelt een vraag. Wil jij gezond worden? Op het eerste gezicht misschien wat vreemde vraag, want natuurlijk wil hij gezond worden, zouden wij zeggen, maar die man reageert niet kribbig. Zoals wij misschien zouden doen, ja hallo, wat denk jij dan? Ik lig hier. Nee, hij hoort die vraag als een echte vraag. En daarom geeft hij ook echt antwoord. En zijn antwoord is dat hij zijn diepste nood vertelt. En wij horen intussen, de zaak is, wij horen in dit korte gesprek dat een echte vraag misschien wel het begin van de menselijkheid is. Dat is echt de menselijkheid, dat je iemand even echt opzoekt in waar hij of zij niet mee bezig is. Dat er iemand is die jou ziet en die aan jou vraagt, hey, vertel eens, wat zou jij nu echt willen? Wat is nu eigenlijk jouw diepste belang? Vertel eens, hoe gaat het eigenlijk met jou? Ik bedoel, hoe gaat het echt met jou? Hoort u, Jezus doet niet iets magisch. Het is niet groots en meeslepend. Hij dringt zich ook niet aan die man op. Hij overvalt hem. Het is het meest eenvoudige. Een vraag. En het antwoord van de man is dat hij de diepste nood vertelt. Heer, ik heb geen mens. In deze wereld van allen tegen allen,
sta ik er alleen voor, Heer. Ik heb geen mens. Ik sta er alleen voor. Het ziet hier zwart van de mensen, maar ik ben alleen. En gemeente, hoe was het ook alweer? Hoe staat het ook weer geschreven op de eerste bladzijde in het boek Genesis? Als de mens geschapen is en de Heere God zei: het is niet goed dat de mens alleen is. De mens mag niet alleen zijn. Zo is het niet bedoeld. Zo mag het niet zijn. Je mag niet zonder een broer of zonder een vriend of zonder iemand aan je zijde door het leven gaan. De mens moet anderen bij zich in de buurt hebben. Anderen die maken dat jij mens wordt. Heer, ik heb geen mens. En dat is het antwoord op de vraag van Jezus. En dat is opvallend, want Jezus vroeg: wil je gezond worden? En die man vertelt dus helemaal niet wat het mankeert. Hij zegt helemaal niet: ja, Heer, nou, dat heb je goed gezien, want ik kan het badwater niet bereiken, want ik ben verlamd of blind of ik mankeer dit of dat. Wij horen helemaal niet wat die man eigenlijk heeft. Er is iets wat voor hem nog veel erger is. Zijn nood is dieper. Wij zeggen wel eens tegen elkaar: als je maar gezond bent, de gezondheid is het belangrijkste wat er is. Deze mens zou zeggen: als je maar niet alleen bent, als je maar een mens hebt naast je, bij je buurt. Lieve zusters en broeders, Jezus is die mens. Voor hem en voor jou en voor ons allemaal. Jij bent niet alleen, want Jezus is die mens die jou helpt om werkelijk mens te worden. Hij is het die breekt met het doemscenario van die 38 jaar. 38, we hebben het gehoord, dat is het aantal jaren van de verloren generatie in de woestijn. Zoals we het hoorden in Deuteronomium. Dat is de generatie die het goede land niet zal zien. En dat is dan ook de vraag voor deze man: zal hij in de woestijn blijven, in niemands land waar er geen mens voor hem is? Nu dan sprak de ene onze God: sta op en steek de beker zeer recht over. Zo hoorde ik Mozes vertellen: de lange verloren tijd is voorbij. Vanaf de beker zeer recht is het nog maar even tot aan de Jordaan. Nog maar even tot aan het land van belofte. Je bent er bijna, sta op. En precies dat hoorden we Jezus ook zeggen: sta op, want je moet het beloofde land in. Het is uit, het is afgelopen met de woestijn en met de eenzaamheid. De 38 jaar zijn voorbij. Je moet mee. En zo lopen ze dit verhaal uit. Paas! Deze man wordt opgewekt. Hij ervaart opstanding aan zijn eigen lijf. Hij gaat leven als een nieuwe mens. Als een mens die aangesproken is. Een mens met een stem in zijn oren en een ander tegenover zich. Als een die op zijn voeten is gezet. Rechtop mag hij gaan, als het ware de benen boven, de Jordaan door, het land in. Richting Jeruzalem, naar de tempel, natuurlijk naar de tempel, want het is feest. Het is dus Pasen. Nou, eind goed half, zou je zeggen. Hè? Maar er heeft het gebeuren om een leven naast te. De fariseeën, de schriftgeleerden, de macht, de gevestigde religieuze orde. Er staat dan: ze vervolgden Jezus, omdat hij dat op de Sabbat deed. Dit is het laatste vers dat we gehoord hebben. En daarmee eindigt: ze vinden maar niks, de hoeders van de religie. Zul je altijd zien, zulke figuren heb je er altijd bij. En we zijn het maar altijd vaak zelf. Ziet u hier botsen twee totaal verschillende denkwijzen en leefwijzen op elkaar. Voor Jezus is de Torah
De wet van leven, van menselijkheid, woorden van toekomst. Voor de kerkelijke macht is de Torah de regel die nageleefd moet worden. Voor Jezus is de Sabbat de dag waarop de mens tot zijn recht komt, waarop de mens even op mag gaan met zijn gezicht in de zon. Voor de kerkelijke macht is de Sabbat juist de dag waarop je van alles niet mag. En zo eindigt de tekst ermee dat Jezus niet alleen de genezer is, de bevrijder, de paasmens, maar dat hij ook de verstoorder is. De verstoorder van de goed burgerlijke gang van zaken. De verstoorder van de rust. De verstoorder van de dingen zoals ze horen te gaan. Foei. Jezus zit vast. Hij past niet in het systeem. Hij is paasmens. Maar hij is vooral protestmens. Want hij protesteert tegen onze wereld. Hij protesteert tegen onze onmenselijkheid. Tegen ons wedstrijden. Tegen het feit dat wij ons altijd maar de leukste en de snelste en de beste moeten zijn. Hij protesteert tegen de eenzaamheid. En tegen die klacht van ik heb geen mens. En dit protest zal hem aan het kruis brengen. Dit protest van hem zal hem uiteindelijk doden. Want zo consequent, zo helemaal ten einde toe, zal hij de weg van de menselijkheid gaan. De wereld is kennelijk niet anders te genezen. Genezen. Alleen willen wij wel, gezond worden.
Gemeente, er was voorbeden gevraagd. Vorige week al stond ons genoteerd in het voorbedenboek, waardoor een vergissing van ons als dienstdoende ambtsdragers is het voorbedenboek niet meegegaan aan de kerk in de vorige week. Excuus daarvoor. We nemen de voorbeden alsnog mee. Als voorbeden gevraagd voor een ernstig ziek nichtje van slechts 40 jaar. En vandaag is ook nog de naam genoemd van mevrouw Boerkool, Johan Rauwerslaat. Mevrouw krijgt dinsdag een pacemaker en we denken over haar. Laten we bidden. Gij ging voorbij aan die dingen waardoor wij zo gevangen kunnen zijn. Om ons werkelijk te ontmoeten, om ons aan te spreken. Gij hebt ons uit onze eenzaamheid getrokken met een woord, met een vraag, met zo'n heel gewone menselijkheid die tegelijk zo buitengewoon is. Gij hebt God van mensen met alles wat er in ons is, danken wij u voor uw Zoon Jezus, de Koning van Israël, de Heer van de wereld, de broeder die naast ons staat. Wij danken u dat wij een moment iets mogen proeven van wat de Sabbat is. De dag die gij voor ons maakt om te leven, om op te ademen, om op te staan. En wij bidden u, geef dat het ons niet loslaat. Ook als wij straks dit huis weer verlaten. Ga met ons mee, zo bidden wij. Overdag in de wolk. S'nachts in de vuurgloed. Wij brengen onze gebeden voor uw aangezicht. Vanuit de diepte, vanuit het gemis, vanuit het verlangen, vanuit de dankbaarheid, zoekend en aarzelend misschien. Lieve God, omdat wij u maar zo weinig begrijpen en u maar zo weinig kennen. Maar wij bidden voor onszelf en voor elkaar. En voor heel de wereld. Wij bidden dat het protest niet verstomt. Het protest tegen de onmenselijkheid en tegen het geweld, tegen het vuur en tegen de honger, tegen de oneerlijkheid, tegen het misbruik, tegen de eenzaamheid, tegen de ouderlijke mensen, tegen de onverschilligheid, tegen de humorloosheid, tegen de onverdraagzaamheid. Tegen de dag, tegen de dood. Wij bidden dat het protest niet verstomt, waarin de Messias Jezus ons is voorgegaan, dat wij zijn handlangers zullen zijn. Dat bidden wij. Wij bidden voor onze gemeente, verbonden met de buurgemeenten en parochies, verbonden met de kerk overal. Misschien wel in het bijzonder verbonden met al die gemeenten in verdrukking en vervolging op zoveel plaatsen ter wereld. En wij bidden vandaag voor al die mensen die niet zo houden. Wij bidden voor een ernstig ziek nichtje die nog maar zo jong is en die uw hulp zo nodig heeft. Geef uitkomst. Geef genezing als het mogelijk is. Uw wil geschieden. En zo noemen wij voor de aangezicht ook mevrouw Boerkool. Draag haar door deze dagen en allen die bij haar horen. Wij roepen tot u om alles wat er wordt geleden, in stilte, achter de voordeur. Geef dat wij elkaar kunnen troosten, elkaars tranen dromen. Dat wij elkaar zoeken en verdragen. Uw oog is op ons in de stilte.
Jezus legt ons de woorden in de mond. Onze Vader, die in de hemel zijn, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden.
geniet van het kleinkind. Verpest zich niet te veel. Ik ben graag beter op welke website het komt. Ik heb nog een liter stickers bij me, maar alsjeblieft, ik wil er zo. Het staat voor. Het staat voor straight, gay, lesbian, bi en transgender. Zeg het nog een keer. Sorry? Zeg het nog een keer. Straight, gay, lesbian, bi en transgender. Oh ja. Dus voor de homo's, maar ook voor de hetero's en de transgenders. Ja, niks, ik begrijp het. Oh ja. En dit is jou. En bij welke club hoort u? Ik hoor niet specifiek bij een club, maar als u wilt weten wat... Ik ben altijd nieuwsgierig. Ik ben altijd nieuwsgierig naar ieder mens. Ja, dus zal ik u verschrikkelijk nieuwsgierig maken. Ten eerste, ik ben een futurist. Ja, alright. Ja. Een giliast. Ja. Dispensationalist. Dat verstaat niet. Een dispensationalist. Ja, ja, alright. En een fundamentalist. Ja, ja. En een rechter radicaal. Ja, ja. En maar dan weet u vast nog niks. Maar kort afgekort is het vrolijk orthodox. Ja, ja. Ja. Maar ik wil nog graag even uw naam weten. Hans Vosgezang. Ja, ik heb het net gezegd hoor, maar... Vos? Nee, Vos. Zingende Vos is eigenlijk. Maar is dat echt uw naam? Dat is mijn echte naam. Ja? Mijn moeder die ken ik hier ook, want ik zat te kijken of ze hier ook was. Ja. Die heet mevrouw Verschier. Misschien dat u die naam ook kent. Oh ja, ja, ja. Ja, die naam kent. Nou, ik ja. Ik wil hem even moeten doen. Ik vind het zo'n mooie naam.